Hi, mijn naam is Mirkel van der Uit. Ik ben 23 jaar en ik vertolk de rollen van de moeder van Hayo, de moeder van Padde en Bountjes. Hallo, ik ben Jelle Mensink. Ik speel Bootsman, de Bootsman. En vader Langjas. Dat is een heel klein rolletje. Noem zoveel mogelijk locaties op een schip. Oh, op een schip? Voordek, bovendek, kajuit. Boegspriet, maar dat is geen locatie. Dat is een ding. Stuur? Vogelnest? Mast? Ja, dat is geen locatie. Oh. Nee, zeg maar het nestje bovenin. Waar ze in zitten om uit te kijken. Ja, het torending. Ja. De mast, toch? Ja, de mast is gewoon waar het zeil aan vast zit. Achtersteven. Officiersdek. 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 Stel, jij zou op een VOC-schip meevaren. Wat zou je dan absoluut meenemen? Ik zou denk ik een heel goed boek meenemen. En ik zou dus vitamine C bruistabletten meenemen. Omdat ze vroeger... Ja, maar zeg maar... Dit wist jij al. Nee, maar ja, ik heb hierover nagedacht. Ja, je hebt hierover nagedacht. Het is gewoon super handig als je gewoon een doosje bruistabletten hebt... waar je de hele... route mee kunt doen. Ja. Ja, dat zou ik meenemen. Dat je elke dag vitamines hebt. Ja, en dan zou ik geen scheurbuik krijgen. Ja, ik dacht ook een boek. Ik denk nu te plekken ineens, maar het is heel erg. Ik zou misschien iets, een soort vette uitvinding meenemen, zodat je die dan daar kan gebruiken. Ja, weet ik niet. Zeg maar, iets wat al in de toekomst, zeg maar, dat je dan iets van nu meeneemt naar die, omdat je het in die tijd... Oh ja. Dus het gaat tijdreizen. Dat je ineens. Ja, weet ik niet, dat bedacht ik ineens. Oh, maar dan neem ik een portable DVD-speler mee. En ik heb de DVD van de scheepsjongens van Bontekoe. En dan zou ik die elke dag gaan kijken op het schip. Heb je een persoonlijke connectie tot dit verhaal of deze geschiedenis? Ja. Nou, in eerste instantie denk ik toch dat bedacht ik van de week ook nog een keer, dat ik ineens dacht... als ik nu op zo'n schip zou mogen, voor een week, hè, dus niet zo knetterlang... dat lijkt me wel echt zo, zo vet. En dat had ik als jochie ook heel erg. Ik ging altijd in bad als kind en dan had ik ook zo'n schip. En die kon dan drijven ook. En dat vond ik echt waanzinnig. Dus toen ik dat boek ook weer las... Nu, met mijn leeftijd nu, denk ik, het lijkt me verschrikkelijk. Maar een weekje op zo'n schip, dat lijkt me echt vet. Ja, ik... dat is mijn stage. Dus ik kreeg een stageoproep via school. En ik las de titel De Scheepsjongens van Bontekoe. En ik dacht gelijk al van, holy shit. Letterlijk, dat was echt mijn lievelingsfilm. En boek ook, toch? Het boek moest ik lezen voor Nederlands. Ja. Het was niet mijn lievelingsboek. Oh. Het was vooral mijn lievelingsfilm. Vooral de film. En waarom, waarom dan? Het boek of... Nee, de film. Waarom vond je het zo vet? Nou, weet je hoe tof het is om als jongen van 11, 12 jaar de hele wereld over te reizen in die tijd... en allemaal dingen te moeten ontdekken en jezelf te moeten verdedigen... Ik vond het super vet. Letterlijk verdedigen als in vechten. Ja, als in vechten. En je ging, hoe noem je dat, inheemse mensen ontmoeten die je nog nooit had gezien. En dat op die leeftijd, ik vond dat super tof. Ik wou dat ook. En van het dek afspringen, dat lijkt me ook leuk. Dat lijkt ik zou de hele tijd willen zwemmen. Wat natuurlijk niet kan, want je gaat gewoon, je bent aan het varen. Ja. Maar ik zou de hele tijd van het achtersteven gewoon vet hoog het water inspringen. In welk personage herken jij je het meest? Hayo, gewoon helemaal onbevangen, avontuur, lomp, denk niet na, een beetje naïef. Ik was echt totaal dat als kind. Ja, ik denk ook Hayo, maar meer zijn avontuurlijke spirit. En stiekem ook wel een beetje Bountjes. Toch Bountjes. Ja. In de voorstelling zegt Bontekoe, de geschiedenis wordt geschreven door mannen zoals ik. Niet door een scheepsjongen, niet door de bootsman en niet door Zwarte Henk. De vraag is, wil jij zo'n man worden als ik? Wil jij geschiedenis schrijven? Op welke manier wil jij geschiedenis schrijven? Hoe wil jij herinnerd worden? Ik zou geschiedenis willen schrijven
met het voorbeeld zijn voor jonge meiden van kleur in het theater, maar ook in de filmscene. En ik zou ook geschiedenis willen schrijven met dat iedereen hopelijk in de toekomst alle rollen zou kunnen spelen, ongeacht cultuur of afkomst of ja, waar je vandaan komt gewoon. Daar zou ik geschiedenis mee willen schrijven, dat gewoon kan. Dat kan. Ja. Ja, ja. Mooi. Mijn eerste reactie is, ik hoef geen geschiedenis te schrijven. Ik heb wel dat ik zou wel leuk vinden dat ik herinnerd word als iemand die ontzettend van anderen gehouden heeft en heel warm is. En dat zeg maar echt gewoon een fijne, lieve man was. Oh, maar wel dat er altijd iets aan de hand was. Maar wel dat er altijd iets aan de hand was. Ja. Niet zeg maar een saai, zeg maar wel dat je denkt, Jelle, oh ja, dat was altijd wel. Ja, ja. Dat gewoon reuren, of zo, dat ja. Kan ik wel hebben. Waar ben je trots op over deze voorstelling? Waarom zou je willen dat mensen komen kijken? Nou, ik... Oh, jij moet het wel. Ik ben gewoon heel erg trots op de cast. Ik vind het echt een fijne, diverse, open cast. En ik denk dat als mensen binnenkomen en ze ons zien staan, dat ze gelijk weten van, oh, dit wordt een interessante, mooie theatervoorstelling. Dat denk ik. Ja. Daar ben ik heel trots op. Ja? Ja. Ja, ook dat. Een jonge groep. Dat vind ik heel leuk. Gewoon 6 jonge acteurs. Ja. Daar ben ik ook wel trots op.